gratis pianoconcert terwijl je nog snel naar de trein rent of toch even zelf achter de toetsen kruipen. In het station van Maastricht, daar kan het. Een van de eerste die erachter zit is machinist Rob Hibbel. Dat vind ik geweldig. Ja. Nou, omdat het toch mijn passie in de muziek ligt. We zien dat de piano her en der in het land, die staan al op verschillende stations, een ontzettende positieve beleving met ze meebrengen. Dat reizigers daarvan kunnen genieten, zowel door te luisteren, maar ook door te spelen. Nou, en een station als Maastricht leent zich daar natuurlijk perfect voor. Zo'n sfeervolle en culturele stad, ja, daar hoort eigenlijk een piano bij. Nice, yes. Leuk, ja hoor, ja heel leuk, ja. I see it at several spots in Italy and in another countries. Het geeft een sfeer en ja, het is wel gezelliger dan gewoon een kaal station eigenlijk. Leuk dat ze dat nu in Maastricht ook hebben. Maar behalve de goede sfeer heeft zo'n piano in het station van Maastricht misschien nog wel meer voordelen. U weet dat hier een piano staat, rijdt u nou ook iets harder naar Maastricht toe? Vast wel.